Beste zendingsvrienden, kinderen, jongens en meisjes. Leren van anderen. We gaan op zoek met elkaar naar lessen voor ons van mensen uit zendingslanden. Als wij foto's of video's zien, dan vallen ons altijd de verschillen op. Verschillen in de cultuur, verschillen in de taal, verschillen in gewoonten, in kleding, in muziek en zang. Daar valt natuurlijk veel over te zeggen, maar nu richten we ons op kernpunten. Het gebed en onze naasten, het lijden en volharding en de plaats van de Bijbel. Ik heb aan een paar zendingswerkers gevraagd welke lessen zij willen doorgeven van lokale mensen met wie zij dagelijks omgaan. In woord en beeld komen die lessen naar ons toe. 6 lessen in 10 minuten. Jonge christenen in Albanië dragen de last van onbekeerde gezins- en familieleden met zich mee. Ook kinderen en jongeren hebben daar ervaring mee. Willemien van Schothorst vroeg aan Luca en Joanna waarom zij zo vaak baden voor ouders en familie, of zij ook behouden mogen worden. Laten we even luisteren naar hun antwoorden. Oh Luca, we zijn super stupjes die je de geluid voor je komt per tafel met de toekom. En de perspectief in natuurlijk. Hij moet mijn spiegel spakken. Zeg. Maar doe een huis zoek, dat kan zo'n goed in een moe. De een kam një dëshirë të dojthem Zotit. Unë lutem që të shpëtojnë, sepse nëse ata shpëtojnë, ajo është rruga drejt të Zotit. Shumë bukur. Po, falënderit, Luka. Po, Joana, a mund të më shpjegosh pak pse? Tërë, këtë gëzim edhe këtë marrëdhënie që unë përjetoj tani me Perëndin, kam shumë dëshirë në zemër që të arrij ta përjetojnë edhe ata. Edhe të njohin se kush është Jezus Krishti. Nuk ka se si të ndonë ndryshe, vese të kemë besim në hirin shpëtues të Perëndis. Është e vërtet. Zo bidt Luca, een jongen van 10 jaar, voor zijn ouders. Hij houdt van hen. En hij heeft een wens. Een wens die hij aan de Heere vertelt. Dat zij gered mogen worden. Misschien ben jij ook wel 10 jaar. En bid je ook wel elke dag voor je vader of voor je moeder. Of ze een nieuw hart mogen krijgen. Joanna wenst hetzelfde voor haar ouders. Alleen genade van God kan hen redden. En daarom bidt ze vaak voor hen. Les 1. Het ongeloof en bijgeloof van familie weegt voor deze jonge mensen. Hoe is dat nou met ons dagelijkse gebed voor mensen heel dicht bij ons die nog onbekeerd zijn? Les 2. De waarde en de kracht van het gebed staan in zendingssituaties vaak bovenaan. De gebeden zijn puur en praktisch. En er is vaak kinderlijk geloof dat de Heere ze echt kan en wil verhoren. Laten wij in deze spiegel kijken en ook van hen leren. Vanuit Cambodja schrijft Hanneke Boer over lokale kerkjes in de grote stad waarin zij momenteel woont. Ik zal een stukje voorlezen uit wat zij heeft geschreven. Ze doen me denken aan wat we weten over de vroege christengemeenten in Rome. Ze zijn voorzichtig, maar niet bang. Ze zien het risico van besmetting, maar zorgen voor de naaste in nood.
Ze respecteren de regels, maar zoeken de mogelijkheden. Ze doen niet anders dan voor de pandemie. Maar er is meer nood, dus ze doen ook meer. Ze hebben weinig luxe, maar kennen veel vreugde. Ze weten en leven dat ook uit, dat delen vermenigvuldigen betekent. Of dat nu gaat over goederen, of over talenten, of de Bijbelse boodschap. Het gebed is hun stuurwiel, niet hun reservewiel. Ze ervaren zichzelf vaak als zwak en klein, maar ze kennen de kracht van het gebed en van het woord. Ze hebben elkaar lief, maar ook degenen die buiten zijn. In een paar regels komt er zo heel veel op ons af. Ik wil twee zinnen onderstrepen. Hun gebed is hun stuurwiel, niet hun reservewiel. De volgende les. Ze hebben elkaar lief, maar ook degenen die buiten zijn. Kijken we bij die twee lessen nog even in de spiegel? Als moslim een volgeling van Jezus worden is in veel landen niet gemakkelijk. Het worden van een volgeling van Jezus betekent haat, verdrukking, dreiging door de eigen familie, door de omgeving, op je werk, op je school. Vaak moeten jonge christenen vluchten omdat ze dreigen vermoord te worden. Altijd is er uitsluiting en ook uitstoting. Verdrukking en vervolging dus, vanaf het begin van een zoektocht in Gods woord. De jonge Sekou uit Guinea weet daarvan. Hij kent verdrukking en lijden. Laten we even naar hem luisteren. Hebben we gehoord wat Sekou zei? Op dit moment doe ik mijn best om te volharden in dit lijden. Vergeet niet om voor mensen te bidden die verdrukt worden omdat ze de Heer Jezus willen volgen. Opdat ze volharden en niet terugvallen. Les 5. Volgen geeft lijden en vraagt volharding. We gaan naar de laatste les. In Bokeh gaat in de samenkomsten een oude, beproefde christen met regelmaat voor. Monsieur Gabriel. De inhoud van de Bijbel is zijn leven. En hij weet heel veel van de Bijbel. Teun Hakvoort haalde pas een uitspraak van hem aan en hij zei: Gabriel zegt, je moet de Bijbel niet alleen met je vingers vastpakken, maar je moet hem omhelzen. Luister eens naar Gabriel. Qui est la parole de Dieu? Celle-là, c'est Dieu qui a parlé dans ça. Ne jamais prendre ça là. Autrement dit, ne jamais considérer, ne pas croire ou ne pas croire, ne pas douter. Donc il faut prendre la Bible comme ça, la parole de Dieu. C'est ça. Les 6. Houden wij de Bijbel zo tussen onze vingers en hebben we er allemaal zo onze eigen gedachten over? Of omarmen we de Bijbel als het woord van God? En heeft
dat woord een plaats in ons hart? Leren van anderen. 6 lessen in 10 minuten. Van mensen van zendingsvelden. Over gebed en de naaste. Lijden en volharding. En over Gods woord. Als kerk mogen we zendingswerk doen. Onder hen en met hen. Zou je ook de zending in willen? De velden zijn wit om te oogsten. Nog is er plaats.